Het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt in Genk herdacht met een kerkdienst in de Sint-Martinuskerk. Dit om de gesneuvelden te herdenken. Nadien gaat het in stoet naar het oorlogsmonument aan het oude gemeentehuis voor een bloemenhulde. Nooit meer oorlog. Wij hoorden het net ook in een mooie eucharistieviering ter gelegenheid van wapenstilstand. Het is vandaag 105 jaar geleden dat om 5 uur 's morgens wapenstilstand werd getekend tussen de geallieerden en de centralen dat uiteindelijk het einde betekende van Wereldoorlog 1. Het duurde nog 6 uur tot 11 uur 's middags vooraleer de wapenstilstand echt doorkwam. En zelfs in die laatste uren waren er nog heel wat slachtoffers. We hebben het ook net gehoord in de preek van onze deken, waar hij sprak over heel veel conflicten vandaag de dag. In het bijzonder natuurlijk wat er gebeurt in Gaza met de Palestijnen en ook de Israëliërs. Verschrikkelijk geweld dat niet goed te praten is. Maar ook in Oekraïne, waarin we in een conflict zitten, dat toch blijft duren en zorgt voor geen overwinnaars, voor geen vrede. En het is eigenlijk spijtig dat we vandaag, 105 jaar later,
toch nog altijd geconfronteerd worden in onze wereld, in onze regio's, met heel veel conflicten en dat vrede eigenlijk ver af is.